werken al 3 jaar als roadies voor bands als Moke, Go Back to the Zoo en Tim Knol. En ontmoeten elkaar af en toe eens backstage. En na het sjouwen met spullen en rondrijden van artiesten vonden ze tijd om zelf ook eens het podium op te duiken. En nu is er dus een EP, The Elementary Penguins. Jan-Paul, welkom. Dank je wel. Voor welke band werk jij? Nou, voor Go Back to the Zoo. Wat doe je daarbij? Chauffeur. Chauffeur voor Go Back to the Zoo. Yeah. En de andere boys? Moke. Voor Moke? Go Back to Zoo. Tim Knol. Kortom, kabels sjouwen, zorgen dat alles in orde is. En in het begin dachten jullie, weet je wat, koppen bij elkaar. We kunnen zelf ook muziek maken. Inderdaad, we wouden dat stiekem ook. Dus die gingen we mooi doen. Ja, je hebt helemaal vergelijk. Maar ben je nog roadie of ben je nu al officieel band? Nee, ik ben band. Je bent band? Ja. Je hebt nooit willen nog van Go Back to the Zoo rijden? Oh nee, ja, het zijn vrienden van mij. Dus als ze dat willen, dan doe ik dat graag. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dit is jullie. Er is een EP. Dit is de eerste keer op tv, denk ik, hè? Nou, we stonden ook al bij Top Op. Oh, bij Top Op. Tuurlijk. Hartstikke goed. Heel kort. Nou, hier is het 1 minuut. Ja. Maar tot nu toe gaat het hartstikke goed. Hoe heet het nummer? Nou, grappig dat je net over Bowie had. Die heeft een nummer Rock'n'Roll Suicide op Ziggy Stardust staan. Ja? En dit nummer heet We Are All Too Young for Rock'n'Roll Suicide. Veel te jong. Zet hem op! Ja.